Allemaal lekkend water. De wastafel. Er is een nieuwe zwanenhals ondergezet. Een kastje ook onder de wastafel. En het is weer gebeurd. De afzagkap wordt vervangen. Nou is niet alleen het lampje, maar dit, de afzagkap. Die heeft eigenlijk ook nooit echt goed gewerkt, want het moet via deze intern. En hij doet het niet. Hij heeft het eigenlijk nooit gedaan, die afzagkap. En wat blijkt nou? Hij is nooit aangesloten geweest. Lekker slim. Dit moet dan de molentje zijn. Om het aan te sluiten. En een nieuwe zuigafzagkap. Hij is eraf gehaald. Er wordt een nieuwe stekker ingebouwd voor die aanzetting van de afzagkap. Kan ik ondertussen dit even schoonmaken. Ach ja. En schilderen buiten. En de afzagkap hangt en hij werkt perfect. Het licht doet het. Afzagen. Doet het ook. Dat kan ook nog. Na een training, een spiegeleitje met kaas. De Engelsen hier. Ondertussen toch naar het voetballen kijken. Engeland, Rusland. Een kaartje kost voor het weekend Louvain-la-Neuve op weg naar Brussel. En we zijn er weer. Ja, het is wel tegen de zon in filmen, maar ja. We zijn er. Jammer voor de klas. Gauw naar huis, het is knapjes donker. De eerste klap van het onweer heb ik alweer gehoord. Ik loop naar de bushalte, hier bij de Evaluon Eindhoven. En het regent. Het is een klein beetje ook. Dat is natuurlijk nog net droog. Maar dan komt de bus al. Donderdagavond, we gaan nu naar Nijmegen voor een filmopname. Even mijn plaats uitlopen. En hier langs de structuurweg heb je snelbus naar Den Bosch. We zijn gekomen bij de locatie voor de film in Nijmegen. Gezellig!
Sta hier met z'n allen. En ja hoor, wie staat weer achter het vuur? Hoi!